Kijk eens of die aankwam. Ik begrijp het niet. Ik heb hem hier toch ingestopt. Je zou zeggen dat het goed is. Oh, kijk, hier zit nog een gaatje. Ik denk dat dit hem is. Oké. Okay. Kan ik hem bedienen? Nou, volgens mij gebeurt er helemaal niks. Hier, nee. Rechts, rechts. Welkom in de wondere wereld van de robotstofzuigers. Welkom in mijn wondere wereld. Vandaag ga ik weer iets testen wat eigenlijk mijn leven makkelijker moet maken. Want er zijn zoveel apparaten tegenwoordig en die pretenderen allemaal dat je leven er heel eenvoudig van wordt. Nou, ze hebben weer wat voor mij uitgekozen. Ik weet niet wat erin zit. Zo'n groot ding vandaag. Spannend. Ah, kijk, dat heb ik nou altijd al willen hebben. Volgens mij is dit een robotstofzuiger. Ah, vind ik leuk. Deze doos even weg. Kijk. Stikkertje. Oké. Dit is. Daar zat hij in. De doos even op de grond leggen. Want het lijkt erop alsof ik hier de gebruiksaanwijzing al heb. Deze ook even weg. Kijk, dan krijg je gelijk een fijne boodschap. Make life intelligent. Nou, oké. Okay. Eens kijken of het of mijn leven intelligent wordt. Oh, ik haat gebruiksaanwijzingen. Kijk, eigenlijk heb ik dan al het gevoel van, kan iemand anders dit voor mij doen? Dan heb ik al helemaal geen zin meer. Maar goed, ik wil het wel proberen. Dit is dan in het Engels. Nou ja, goed, in ieder geval in het Engels. Misschien kom ik daar uit. Oké, dan staat er wat erin zit. Er zit een main engine in. Dat is dus deze, neem ik aan. Een brush. Een brush? Maar wat bedoelen ze nou met een brush? Oh, hier, een klein brushje. Ja, hier. Klein bezempje zit erin. USB-kabel. Hoeveel van dit soort draadjes heeft u in huis? Nou, ik heb er denk 300.000 inmiddels. Ik weet echt niet meer of dit nou straks bij mijn stofzuiger past. Of bij mijn personal assistant. Of bij mijn horloge. Of bij mijn... Nou, noem het op. Dat is al de enorme verwarring. Dat was de USB-kabel. En de duster cloth. Nou, ik weet niet wat we er allemaal mee moeten. Maar we leggen het even neer. Maar ik denk dat we hem dan natuurlijk eerst weer moeten... Oh, hier zit weer zo'n app-situatie bij. Oké. Kennelijk is dat nieuw met die QR-codes. Ik moet een QR-code. Dat snap ik nou inmiddels. Open. Nou ja, dan kan ik een app downloaden. Nou, ik neem aan dat dat de gebruiksaanwijzing is. Dan heb ik weer een app op mijn telefoon. Nou, die wordt gedownload. Ik kan natuurlijk al even verder kijken alvast. Kijk eens of die aankwam. Ja, ik denk dat die eerst... Maar het staat er niet. Make sure that the power of the sweeping robot is voldoende. Nou ja, dat is waarschijnlijk niet. Dus dan moet ik hem toch eerst opladen. Denk ik. Kijk, ik denk dan wie verzint er... Om dit dingetje weer een ander rottig dingetje te doen. Wat ik er dan weer bijna niet afkrijg. Daar word ik toch helemaal gek van. En waar moet dit dan in? Ja. En die moet dan weer in deze stekker. Hey assistent. Wat is een robotstofzuiger? Wikipedia zegt hier het volgende over. Een robotstofzuiger is een huisrobot die zelfstandig stof uit een ruimte verwijdert. Sommige typen gebruiken draaiende borstels om tot in smalle hoeken te komen. Dankjewel. Nou, ja, half uur verder en dan gebeurt er nog helemaal niks. Ik begrijp het niet. Ik heb hem hier toch ingestopt. Je zou zeggen dat het goed is. Maar misschien dat... Ik hem ergens anders in moet stoppen, want dat ding gaat gewoon helemaal niet werken. Oh, kijk, hier zit nog een gaatje. Ik denk dat dit hem is. Oké.
Oké. Okay. Oh ja, nou kijk. Dan hebben we gelijk een lampje. Jeetje, Mina, zit ik daar zo lang te wachten? Nou ja, nou brandt er een lamp. Nou weet ik natuurlijk niet of die al werkt. Maar ga ik toch even kijken of die nou te zien is op mijn mobiele telefoon. In mijn app van dit apparaat. Dus ja, je hebt dan een stofzuiger waar dan gelijk weer een app aan zit. Ik bedoel, je moet wel er wat voor over hebben, mensen. Om met zo'n stofzuiger te werken. Maar goed, laten we kijken wat er gebeurt. Kijk, zo technisch ben ik inmiddels. Ik denk dat dit ding moet dus gekoppeld worden hieraan via Bluetooth. En ik denk dat daar iets mis is gegaan, want dat werkt dus gewoon nog niet. Dus hier staat dat ik dit moet doen, maar er gebeurt helemaal niks. En dat komt omdat er denk ik wat fout is gegaan met de connectie tussen dit en dit. Dus ja, zeg het maar. Ik weet het even niet meer. Ik ga nog even naar mijn Bluetooth. Misschien dat... Die zet ik even uit en aan. Ik ga even kijken of dat misschien het verschil maakt. Dat heb ik even gedaan. De Bluetooth uit en aangezet. Oké. Okay. Stekker uit het apparaat. Zo. Oké. Okay. Nou, ik ga... Maar er brandt nu geen lampje meer. Dat is slecht nieuws. Zet ik hem... Oh. Nou, hij werkt. Het werkt, joh. Echt, het werkt. Maar dan gaan we hem even op de grond zetten, toch? Daar ligt wat stof. Dan ben ik heel benieuwd wat hij gaat doen. Kijk. Kan die nou? Kan ik hem bedienen? Nou, volgens mij gebeurt er helemaal niks. Hier, nee. Rechts. Ja. Bingo. Ja, hij staat nou een beetje te stuiteren tegen mijn verwarming. Ik heb toch zelf het idee dat ik met mijn eigen stofzuiger, mijn normale stofzuiger met slang, al mijn hele keuken had gezogen in de tussentijd. Want hij loopt af en toe vast en ik probeer hem te bedienen met die app. Niet dat dat heel makkelijk lukt. Dus ik pak hem even op. Nou, welkom in de wondere wereld van de robotstofzuigers. Ik weet het nog niet hoor, of dit mijn steun en toeverlaat wordt. Hij stopte.